Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Bij voetbalvereniging Zwammerdam hanteren ze dezelfde richtlijn als in de horeca, namelijk je naam en telefoonnummer achterlaten bij binnenkomst. Mocht er namelijk een coronabesmetting zijn, dan kan de GGD snel zijn werk doen, is de gedachte daarachter. De tegenstander voor de oefenwedstrijd is Aarlanderveen en daar zien we Luca Jansen, een verrassende last-minute aanwinst voor Aarlanderveen. Hij speelde in de voorbije seizoenen voor ARC, vertrok in februari om te verhuizen naar Curaçao, maar is vanwege het coronavirus voortijdig teruggekeerd naar Nederland. En deze week aangesloten bij de ploeg die deze wedstrijd speelt in het fluoriserend geel, maar waarbij de afstemming nog behoorlijk ontbreekt in de openingsfase. En na 10 minuten de achterstand voor Aarlanderveen, oftewel de voorsprong voor Zwammerdam. En het is Jordi de Groot die hem maakt. Koen Woudenberg gaat alleen af op doelman de Chatinier. En het jongere broertje van Heerenveen voetballer Lucas Woudenberg is niet zelfzuchtig. En legt hem af op de Groot die de 1-0 op het scorebord zet. Zwammerdam, iedereen gebleven. 1 nieuwe speler is erbij gekomen. Nou ja, een nieuwe speler. Hij komt namelijk gewoon uit Zwammerdam, maar speelde afgelopen seizoen in de A1 van Esto uit Bodegraven. Ik heb het dan over Kido Geerlof. Daar kan Zwammerdam er weer uitkomen en daar kan Zwammerdam wederom scoren. Want opnieuw is het de Groot die vrij voor het doel gezet wordt en er dan eenvoudig 2-0 van kan maken. Zijn we een kwartiertje onderweg en langs de zijlijn wordt er dan nog gescandeerd 8-2. Verwijzend naar de Champions League wedstrijd tussen Bayern München en FC Barcelona die de avond daarvoor gespeeld is. Aarlanderveen nog verre van compleet. Is maar met 13 spelers naar deze wedstrijd toegekomen. Het is trouwens ook de eerste wedstrijd voor Gerald van der Klok, de nieuwe hoofdtrainer van Aarlanderveen, de opvolger van Arjen Lindstra. Die een hoop nieuwe spelers heeft, waaronder met rug nummer 6, daar zien we hem. Ashley Westmaas, overgekomen van Rode 76. Hij geeft de assist op een andere nieuwkomer. En dat is Steven van der Pel, overgekomen van AVV Alphen, evenals Brian Boor die er niet bij is. Met z'n tweeën zorgen ze ervoor dat Aarlanderveen terugkomt tot 2-1 in deze wedstrijd. Ook Jansen speelt gewoon mee bij Aarlanderveen. Centraal achterin samen met Younes Emangoen die na 2 jaar ook weer heeft besloten om te gaan voetballen. Tom Nouwens is erbij, overgekomen van ARC. En 2 andere nieuwkomers zijn trouwens ook afwezig. Kilian Bouwhuis van Alfia en Sam Bottenberg van Bodegraven. Daar komt Zwammerdam weer. Wederom 1-1 op de keeper. Nou, de Groot met zijn hattrick. Nee, de bal wordt gemist. Goede sliding van Egberts. Hij voorkomt daarmee dat Zwammerdam zijn derde van de middag kan aantekenen. Nou eens met de hoekschop en de kopbal van Jansen. Die gaat net naast. En zo is de ruststand 2-1 in het voordeel voor Zwammerdam. Nou eens, achter de bal voor een vrije trap. Dit kan die, dat weten we. En dat weet de keeper van Zwammerdam ook. Van de Heuvel met de redding. Hij bokst de bal weg. De hoekschop trouwens, die nou eens vervolgens zou trappen, zou geen gevaar opleveren. Bij Aarlanderveen ook een zestal spelers vertrokken. El Bouazati en Margoum zijn naar Ona gegaan. Voorn naar FC Boshuizen, Waandels naar Dokkels. Koelewijn naar het zaterdagteam van Alphense Boys en Bussen naar ARC. Terwijl Poelwijk, een van de 2 oer-Aarlanderveeners in dit team, hier 2-2 van maakt. Er wordt gevlagd voor buitenspel, maar nou ja, als we kijken naar de voeten staat hij dat niet. Misschien nog wel met zijn bovenlichaam, maar dat kunnen we niet zien op dit camerastandpunt. De scheidsrechter vindt in ieder geval dat de aanval gewoon door mag gaan. En de 2-2 staat op het scorebord. Bussen trouwens, overgestapt naar ARC, vorige week geblesseerd geraakt in een oefenwedstrijd. Gevreesd werd voor een langdurige liesblessure. Het valt gelukkig voor hem mee. 2 weken is hij er vermoedelijk uit. En aan het begin van de competitie kan hij aansluiten. Hier had Zwammerdam trouwens op een 3-2 voorsprong moeten komen. Maar het schot wordt gemist. Van Vliet trapt de bal tegen de handen van de Chatinier aan. Maar Zwammerdam gaat op jacht naar de overwinning. Heeft een bredere selectie voor deze wedstrijd. Kan er dus flink op doorwisselen. En bij Aarlanderveen is de pijp echt wel leeg. Waar bijvoorbeeld Steven van der Pel, de spits, nu achterin staat. En Zwammerdam komt op een 3-2 voorsprong. Het schot wordt in eerste instantie gekeerd door de Chatinier. Het schot van Peters. En dan het paasje van Geerlof. De nieuweling dus bij Zwammerdam die zijn officieuze debuut maakt in de hoofdmacht. En dan kan de 3-2 uiteindelijk binnengetikt worden.
Geerlof, daar is hij weer. 16 meter gebied in. Nou, Van der Pel die stopt gewoon met verdedigen. En Justin Bons die er dan 4-2 van maakt. En hij zet de eindstand op het scorebord. En dat doet hij in navolging van de 3-2 van Van Vliet. Je kunt goed zien dat Zwammerdam een ploeg is dat al op elkaar ingespeeld is. Mede omdat er al een paar jaar vrij weinig is veranderd. En bij Aarlanderveen zijn het veel nieuwkomers. Kortom, dat is nog flink wennen aan elkaar. Ik kreeg vandaag het wedstrijdformulier onder ogen en daar stond een verraste naam op, Luca Jansen. Ja, dat was voor meerdere mensen wel een verrassing dat ik terug zou komen naar Nederland. Voor mijzelf ook. Maar ja, met de corona was het niet te doen daar. Het eiland is een beetje kapot. Je zat in Curaçao, hè? Ja, ik zat nu een half jaar in Curaçao. Het was de bedoeling om te kijken hoe lang ik het leuk zou vinden. En het was nu genoeg geweest. Dus nu weer lekker terug met mijn ouders en met mijn vrienden. En weer het voetbal opgezocht, ja. Je komt er terug. Je hebt voorheen bij AAC gespeeld. Je hebt je aangemeld bij Aarlanderveen. Ja, papieren zijn nog niet in orde, hè? Nou ja, het is een beetje anders gelopen. Aarlanderveen had mij al benaderd voordat ik naar Curaçao ging. Dus ja, dat was voor mij ook wel een reden om naar hun toe te gaan en om gewoon weer wekelijks te spelen. En ja, de papieren moeten nog even geregeld worden, maar ik hoop dat dat in orde komt. Nou, dat is heerlijk, zo'n eerste overwinning, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Het is misschien niet helemaal verwacht, maar ik moet zeggen dat ik over de hele wedstrijd best wel tevreden terug kan kijken. Waarom niet verwacht, Jack? Ja, we zijn een week bezig. En dan, ja, Aarlanderveen toch top derde klas. En dan kun je wel zeggen, we missen weer een paar, maar ja, dat hebben wij ook. Maar ik heb mijn team een groot compliment gegeven voor de mentaliteit, inzet en de prestatie op zich. Als je nou dit gezien hebt, wat heb je dan, wat is jou het meest opgevallen? Dat je zegt van, hé jongens, hier gaan we nog aan werken de komende weken. Maar sowieso het afmaken, hè? Dat heb je niet zelf gezien. Als je drie keer voor de goal komt breedleggen, gaat niet goed. We hebben 7 nieuwe spelers. Heel veel, ja, de automatismen zitten er nog niet in. Het is heel veel zoeken nog. We hadden toch wel, en dat merk je toch wel, het is geen excuus hoor, dat we een beetje last hadden van het stroperige veld. Want we hebben alleen maar op kunstgas getraind, waar alles lekker glijdt en de bal lekker doorgaat. We waren gewoon te passief. We zijn heel erg aan het zoeken. De bal liep niet, de aannames waren niet goed. Ja, er is nog ruimte voor verbetering. Ja, er is nog zat te doen voor jou als trainer zijn er bij Aarlanderveen. Ja, maar goed, nou nogmaals, we hebben 7 nieuwe spelers. En daarbij kwam ook, als je naar Zwammerdam kijkt, en die waren lekker aan het doorwisselen. Ja, en ik moest het eigenlijk echt met de 11 doen die begonnen. Nou, dan valt Valentijn ook na 2 minuten uit met Elise, met de eerste bal die hij geeft. Ja, dan moeten we eigenlijk een jongen al brengen die eigenlijk vanuit de tweede komt. Ja, dat zijn niet de meest ideale omstandigheden, maar nogmaals, het is geen excuus. We zijn nog lang niet compleet en er is ook geen man overboord. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.